Dag Annelies, in vermogensplanning wordt er vaak gewerkt met constructies van vruchtgebruik. Een specifieke toepassing is bijvoorbeeld het schenken van goederen waarbij de schenker het vruchtgebruik voor zichzelf voorbehoudt. Laten we het daar in deze video eens over hebben, want op 1 september 2021 is het nieuwe goederenrecht in werking getreden en dat wijzigt ook het recht van vruchtgebruik. Annelies van Gronsveld, experte estateplanning bij de Grof Peterkam, jij weet daar bijna alles over. Om te beginnen, het vruchtgebruik, waar slaat dat eigenlijk precies op? Dat is echt de opsplitsing van de volledige eigendom van een goed over meerdere mensen. Er zijn mensen die het vruchtgebruik genieten van dat goed. Die gaan de vruchten innen of het goed mogen gebruiken en het beheren. En er gaan mensen zijn die de blote eigenaars zijn, de tegenhangers van die vruchtgebruikers. Die bezitten de kapitaalwaarde van het goed. Zolang dat de vruchtgebruiker leeft, zullen de blote eigenaars dus moeten dulden dat iemand anders de vruchten int en het gebruik heeft van het goed. Als de vruchtgebruiker overlijdt of afstand doet van het vruchtgebruik, dan houdt het op te bestaan en dan worden die blote eigenaars de volle eigenaars van het goed. In welke situaties of voor welke goederen kan dit worden toegepast? Het is een eigendomsopsplitsing die vaak voorkomt bij erfenissen of schenkingen. En die kan toegepast worden op alle types van goederen, zowel vastgoed als roerende goederen, zoals bijvoorbeeld een beleggingsportefeuille. Kan je een concreet voorbeeld geven van hoe dat dan precies in zijn werk gaat? Ja, gaat het bijvoorbeeld om een beleggingsportefeuille, dan zal de vruchtgebruiker levenslang alle interesten en dividenden van die beleggingsportefeuille mogen innen en gebruiken. En de vruchtgebruiker zal ook het beheer uitoefenen van die beleggingsportefeuille. Dus die beslist waarin er gaat belegd worden en welk risicoprofiel dat er gekozen zal worden. Daar moet wel een kleine kanttekening bij geplaatst worden. De vruchtgebruiker zal daar altijd een eerdere voorzichtige houding aannemen met het beheer van die portefeuille. Er is nu die nieuwe wet op het goederenrecht, die specifieert een aantal zaken, maakt een aantal zaken ook meer duidelijk rond vruchtgebruik. Bijvoorbeeld rond wat precies de vruchten zijn en wat de opbrengsten zijn. Kan je eens uitleggen wat het verschil tussen die twee is? Ja, de vruchten, dat zijn de inkomsten die de goederen opbrengen, de interesten, dividenden, de huurinkomsten als het over vastgoed gaat. En de opbrengsten, dat is bijvoorbeeld de meerwaarde die een goed krijgt. Ik geef een voorbeeld, je koopt een aandeel bij het begin van het jaar. Op het einde van het jaar blijkt dat meer waard te zijn, dat aandeel. Die meerwaarde die zal niet uitbetaald worden aan de vruchtgebruiker, dus die blijft bij het kapitaal horen. Wordt er uit datzelfde aandeel een dividend uitbetaald, dan zal dat wel rechtstreeks aan de vruchtgebruiker uitbetaald worden. De nieuwe wet die legt ook een aantal praktische afspraken vast, bijvoorbeeld voor het vruchtgebruik over een som geld of een effectenportefeuille. Wat moeten we onthouden? Ja, die som geld, dat is een nieuwigheid in de wetgeving. Als je nu vruchtgebruik ontvangt over een som geld, ben je verplicht om die op een aparte rekening te gaan beleggen. Vanaf het moment dat die beleggingen vruchten opbrengen, dan zijn die uiteraard voor de vruchtgebruiker. Voor de beleggingsportefeuille is er ook uitdrukkelijk voorzien in de wet dat de vruchtgebruiker onderdelen van die portefeuille eigenlijk mag verkopen. Hij mag erover beschikken. En de zaken die in de plaats komen van die verkochte beleggingen, dus andere effecten of andere types van beleggingen, die nemen dan binnen die portefeuille de plaats in van de goederen die verkocht zijn. Er zijn ook wat aandachtspunten rond het vruchtgebruik dat te maken heeft met onroerende goederen. Wat is er op dat vlak veranderd? Dus daar is een duidelijke opsplitsing gekomen tussen de kosten die door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar moeten gedragen worden. De vruchtgebruiker zal instaan voor het dagelijks onderhoud en de normale slijtage, de kosten die dat met zich meebrengt. Zijn er zware kosten die aan het gebouw moeten gebeuren, grote herstellingen of werken die een grote waarde hebben ten opzichte van de waarde van het vastgoed, die zullen door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar elk in verhouding gedragen worden. Nieuw is ook dat er een inventaris moet worden opgemaakt, hè? Ja, inderdaad, dat was tot nu toe niet voorzien. Nu moet er in principe een inventaris worden opgesteld. En wat ook nieuw is, is dat de blote eigenaar nu een jaarlijks bezoekrecht heeft om het vastgoed te bezoeken waar het vruchtgebruik op rust, zodat hij zelf een oogje in het zeil kan houden over de toestand waarin dat vastgoed zich bevindt. Laatste vraagje, Annelies. De nieuwe wet op het goederenrecht die is in werking getreden op 1 september 2021, maar vanaf wanneer is er dan een impact op het vruchtgebruik? Inderdaad, die nieuwe wet heeft impact op alle verhoudingen vruchtgebruik, blote eigendom die sinds 1 september ontstaan zijn, dus schenkingen en overlijdens die vanaf die datum hebben plaatsgevonden. Voor alle reeds bestaande vruchtgebruik, blote eigendomverhoudingen blijven nog de oude regels van het wetboek van toepassing. En in welke mate zijn al die bepalingen uit de nieuwe wet nu eigenlijk dwingend voor mensen die een nieuwe overeenkomst willen aangaan? Ja, deze wet is grotendeels niet dwingend. Dat wil dus zeggen dat je in de schenkingsakte of in een testament
afwijkende bepalingen kan opnemen die misschien meer aansluiten bij uw wensen rond het vruchtgebruik en de blote eigendomverhouding. Dus het is zeker belangrijk dat u daar op voorhand goed over nadenkt en over spreekt met uw estateplanner en uw notaris. U kan afwijken van de wet. Alice van Grosveld, bedankt voor de toelichting. We lezen er nog meer over op jullie website. Graag gedaan.